Er gaat iets heel bijzonders gebeuren volgens mij hier in Almelo. Allereerst, Gerda, even de datum. 10 en 11 juni. 10 en, je zegt, dat zijn twee data. 10 en 11 juni. We gaan 24 uur lopen voor het goede doel. 24 uur? Wie houdt dat nou vol, André? Een heleboel mensen uit Almelo en omstreken. Maar we gaan toch niet 24 uur achter elkaar lopen, hè? Dat gaan we doen in estafettevorm. Dus elk team heeft zo'n beetje 12 tot 20 lopers. En die gaan in estafettevorm 24 uur volmaken. En die nemen een beetje geld mee. Sowieso moeten ze inschrijfgeld betalen om deel te kunnen nemen. Mogen nemen. Ja, moet niks, alles mag. En vervolgens worden ze uitgedaagd om geld te gaan inzamelen als team. En nou hebben we een datum, nou hebben we dingen gehoord. Maar hoe heet het? Samenloop voor hoop. Samenloop voor hoop in Almelo. AVC Heracles. Bij AVC Heracles. Nou, dat klinkt volgens mij als een succesformule. Ga je ook lopen? Dat is wel de bedoeling, want ik heb natuurlijk nog wat andere dingetjes te doen. Maar als de tijd het toelaat, dan zal ik dat zeker doen. En dat wordt waarschijnlijk 's nachts. Ja, want ik heb gehoord dat jij ook verantwoordelijk bent voor alle activiteiten rondom. En volgens mij wordt er heel veel georganiseerd. Kan je daar iets van vertellen? Ja, we zijn bezig met een heel evenementenprogramma. Want het is natuurlijk de bedoeling om in de eerste plaats de lopers te vermaken. Maar het zou ook heel fijn zijn als wij een leuk evenementenprogramma hebben. Dat er ook mensen van buitenaf denken van, hé, ik ben nieuwsgierig, ik ga ook kijken. We hebben een heleboel artiesten die live gaan optreden. Dat zijn veel mensen hier uit de buurt. We hebben allemaal ontzettend veel talent. Hè, dat zul je misschien beamen. En die mensen geven we heel graag een podium. Dus dat wordt, en er is van alles voor de kinderen te doen. Dus voor een hele brede doelgroep, van jong tot oud, gaan wij van alles organiseren. Mooi. Waarschijnlijk een hele mooie start overdag. Maar tijdens de donkere uurtjes gebeurt er dan ook nog wat? Jazeker, tijdens de donkere uurtjes hebben we sowieso de kazenceremonie. En een kazenzak kun je zelf als team verkopen. En die kun je mooi maken en personaliseren en toelichten aan iemand die je wil herdenken. En in de nacht, wat ik eigenlijk zelf een heel mooi gebaar vind, dan lopen we tussen die kazenzakken door. Uiteraard met kazen erin. En André is er natuurlijk ook nog, die gaf al aan, 's nachts dan is hij er ook. En dan zorgt hij voor een nachtdisco. Dat is op zich ook wel een bijzonder iets. Je krijgt de koptelefoon op en dan hoor je nog steeds muziek. Alleen zorgen we ervoor dat de omgeving waar we lopen rustig kan slapen. Ja, want ik heb gehoord, je kunt volgens mij ook nog even slapen. Stel dat je een uurtje wandelt of twee uurtjes en je bent even moe, dan is er een mogelijkheid om te slapen. Ja, zeker. Er is een tentenkamp, dus op het terrein. En daar kun je een uurtje slapen. Maar mensen die zeggen van, goh, ik wil 's nachts de hele nacht doorslapen, is ook prima. Dat kan ook. Dus voor alles is gezorgd. Nou, volgens mij klinkt dit heel erg goed. Volgens mij moeten wij met z'n drietjes even naar de mensen thuis zeggen van, jongens, Meld je aan, zeker. En doe vooral mee met de Samenloop voor Hoop. Is er een website? Er is een website, samenloopvoorhoop.nl. En uiteraard zijn we ook te vinden op Facebook. Kijk, nou ja, volgens mij kan het niet missen. Heb jij nog iets, André? Ja, dat jij voor het mooie weer zorgt, Dennis. Oh ja, daar was iets mee, hè? Daar ben je van, toch? Ik doe mijn best.